Wat ons uniek maakt hier is de passie die ik zie in de ogen van de medewerkers. En dat zorgt toch wel echt voor een zeer grote betrokkenheid. En dat is wat dat hier voelt. De slogan van Kinepolis zegt het eigenlijk al een beetje, de ultimate movie experience. Dus ik denk dat wij gewoon pogen om elke klant een zo optimaal mogelijke filmbeleving te geven. Van zodra die het complex binnenkomt, tot wanneer ze terug in de auto stappen op weg naar huis. Innovatie van Kinepolis gaat zowel over hele grote projecten, zoals de introductie van 4DX, ScreenX, onze Cozy Seats, Laser Ultra, noem maar op, om de klanten te blijven boeien. Maar ook over hele kleine ideeën die dan van de mensen aan de floor komen, die eigenlijk in contact staan met de klanten. Kleine ideeën waarmee dat we een grote impact hebben. Het essentiële verschil met de concurrentie is dat wij zo georganiseerd zijn dat we onze medewerkers op de vloer laten meedenken hoe we eigenlijk die klantenervaring kunnen verbeteren, hoe we de medewerkerservaring kunnen verbeteren. En hoe we ook als bedrijf er beter kunnen van worden. Innovatie zit echt in het bloed van onze organisatie. En dan heb ik het niet alleen over de technologische ontwikkelingen, maar ook de initiatieven die we nemen om voor onze medewerkers hier de best mogelijke werkomgeving neer te zetten, zodat ze die talenten ook ten volle kunnen ontplooien. We zijn niet alleen intern veel gegroeid qua know-how, qua passie. We zijn dat ook gaan uitdragen. En dus in de laatste 5 jaar zijn we van 23 naar nu bijna 100 bioscopen gegroeid. Maar daarnaast zijn wij ook actief in vastgoedbeheer, in filmdistributie. We hebben een schermreclameregie. En we hebben ook een ploeg die eigenlijk volledige zalen kan inrichten, technisch, zowel qua beeld als qua geluid. De toekomstvisie is dat de klant altijd wil vermaakt worden, ook morgen. En wat mij daar vertrouwen geeft, is eigenlijk de passie, de innovatiekracht van onze ploegen om morgen de filmliefhebber de ultimate movie experience te bieden en te blijven bieden.